De stem van de streek. Omroep Voeren. We hebben de Lidlmoor Carnaval aan de lijn. Heel hallo. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Goedemorgen, wat is het? Goedemiddag toch? Nou, ja. Op het belzaak van nog goedemorgen. In deze tijdzone is het nog ochtend, Jos. Dat is allemaal afhankelijk van hoe laat dat ze opsteken. Ah, oké, okay, ja, daar klopt ook. Dat is goed. Wie zich voelt. Jos. Hey, Jos, dat is de meneer van die Sinterklaas liedjes. Is dat de? Ja, ja, alle zoetikas. Alle zoetikas. Ja, ja. Zo is wat dat. Houden we nog? Hoe hard dat? Ja, ja, ja. Hey, blij dat van Jos alleen. Mooi zo, Jos. Leuke vooruitzichten. Een nieuw liedje. Ja, dus Jos Ende en Christio van Aubel, het welbekende duo, internationaal. En ja, toch al heel gaat jorren dat ze gerangsten voor de carnavalsmuziek, hè. Jos, ja, daar heb je toch weer een nieuw leedshoed gebracht. Ja, zeker. Christio en ik, ja, voor stunt hier aan deze kant van de grens weer vooral altijd aangekondigd als... het enige legale grensoverschrijdende gedrag. Voeren en mij. Ja, en we hebben inderdaad dit jaar waren nu niet weet je. En dat is wat een prachtige dag. En dat geeft voor ja, wie ze een prachtige dag kunt beleven. En het is eigenlijk een feel-good nummer. Hoe ze eigenlijk alleen maar ja, blij van kunt zweren. Mm. En dat weet je, dat is of toevallig nog dit jaar door carnavalslagen van de Waggelaar vervoeren. Dus oh. Dat is... ja, en dat heb ik voor de vorige week voor eens keer gebracht van die oude nu en meer. En dat veel trek gewoon in de smaak. Ik kan ze trek met zingen. En dat is wat het carnavalsfeestje moet hebben, denk ik. Hè? Ja, ja, klopt inderdaad. En wie geeft dat nu in zijn werk? Desig ter tekst, Christian Melodie of Desig alle twee? Of is dat brainstorm sessies? Ja, dat is heel raar. Bij mij komt het allebei tegelijk. De muziek oh. en de tekst. En dat blijft dat gaat malen in dat kop. En dan als dat goed gemalen is, dan... ja, dan kon ik dan net naar de studio en dan werd dat opgenomen. En dan werd eerst de muziek opgenomen en dan kunnen Christio en ik dat inzingen. En dan komt er nog een achtergrondkoer bij voor het gaat op te vullen allemaal. Ja, ja. Oh, dat is... wat zei ze, dat is misschien niet normaal. Liek me net tof dat is... als er twee, drie zinnen die in de kop komen, die regelmatig terugkomen, die ze kent gebruiken als refrein, dat ze meteen dan een muzieksgebied kiest, dat lijkt me toch geweldig. Ja, ik heb het wel een zekere van mijn collega-componisten, tekstschrijvers. Er is meestal één maakt de muziek, één deed de tekst. Of eerst kunt de muziek, of andersom. Mm-hmm. En weer komt dat op een of andere manier tegelijkertijd. En ja. dan wordt dan in de kop geduwd. En dan geeft ze een grote reur met mijn lippen. Wordt er gewoon in gereurd in mijn kop. En dan komt dat niet zo goed. Dus als je de ogen zo ziet, drieën van Joost en Witse. Dat is zo met de lepel en drieën in de kop. Nee, maar ey, want ik denk dat misschien niet iedereen dat weet, maar Jos, dat is al decennia lang dat zich leedjes maakt. Heb ze ook ooit eind voor Moelingen gemaakt, hè? Met carnaval in Moelingen. Ja, dat was goed. 91, dus zo lang geleden al. Als met ietsje geleden. Ja, dus dat is toch, laat ik zeggen, een tweede natuur voor dich. Ja, ik maak leedjes eigenlijk vanaf, 1981 of 1982, geloof ik. Dus dat zijn even een paar jaar. Dus, ja, dat is al 32 jaar. En het liefst altijd leuk nog om te doen. En weet je wat het allerleukste is? Want ik heb ook met dat Christio in de finale van de LVK een paar keer opgetrooid. Ik heb zelf ook een paar keer in de finale gestaan. Ja. Maar het leuke is dan dat ze zitten daar dan 6.000-7.000 man in zo'n zaal. Ze zijn dan het liedje letterlijk midden zingen wat ze zelf op die zolderkamer gemaakt heeft. Dat is gewoon kicken. Ja, dat is kicken inderdaad. Dat is een compliment ja, voor een creatie. Daarover gesproken, Christio. Jos, moet ik zeggen. Maar dan moest wel ook steun hebben van de Christio. Ja, LVK, ga er toch weer mee doen? Het liedje inschikken. Hoewel het liedje niet specifiek over carnaval gaat. Want ik heb toch wel eens commentaar op gekregen van de LVK-jury, want het gaat niet over carnaval. Maar als je kijkt naar leedjes wat recentelijk gewonnen hebben, wie de goed uit de feest zijn. Ja, en vandaag van W3, dus ik heb ook geen twee carnaval niet in vuur. Dus verschrik het gewoon in en dan even kijken wat dat geveert. Ja. Neem eens even mee, dus schrijf zo'n leedje, dan moest dat insturen voor een bepaalde datum, dat zal nu wel binnenkort zijn, hè? Ja, voor 1 december geloof ik is dat, okay. Ja. En dan gaat een jury zich door u voor ontfermen. Wie gaat dat dan in zijn werk? Ja, dat is nog een verhaal apart. Er komen dan weer 300 leedjes ingestuurd. En dan gaat een jury door 60 leedjes, een zogenaamde vakjury, 60 leedjes, zullen die dan in de halve finale komen. Ja, dat begint het al. Die zogenaamde vakjury, die zit dan aan op een stoel.
Met een tasje koffie en is in een carnaval zitten in behoren. Ja, nee. Dat werkt niet. Je moet in een feestzaal zitten en met een glas bier. Nee, precies. Ja, ik... Ja. Ik maar goed, dat is even gewoon. Er zijn de 60 leedjes of zo, dat die komen dan in de halve finale. Je weer in 4 keer wordt dat er alleen uitgezonden op de tv en dan kunnen de lui stemmen. En de ochtendvakjour geeft daar een stem in welke 10, 11, ik weet niet wie valt er dit jaar zo, in de uiteindelijk in de finale komen. En dat is dan die live uitzending die dan op televisie live uitgezonden wordt. Dus dat op zich is al een overwinning, dat zijn die finale kans. Ja, dat zeker. Ja. Ja, nu zie je ook dat in bepaalde steden, gemeentes daar ook een eigen liedjes, vastelovensliedjes concours hebben. Misschien bijvoorbeeld, volgens mij is dat dit weekend. Een idee joh, om een keer zo gaat voor onze regio te maken. Ja, dat is misschien inderdaad wel een idee, want hier is het veel talent in ons regio. Ja, alleen in ons regio is het... soms nog wel eens het moet van wie het komen, hè. Ja. Als het bekend wordt, als het niet van wie het komt, dan is het niet van dan niet goed. Ja, dat en dat is, ik vind dat flauwekul, want er zit genoeg talent in ons regio. Die moet van een keer wakker maken. Ja, zo is dat. Nou, goed. Stof om over na te denken. Joost, we gaan luisteren nou een prachtige dag. Introduceer hem zelf. Alvast bedankt voor de toelichting. Veel plezier vanavond en het komende carnavalseizoen. En dan dicht de eer om hem aan te kondigen. Ja, de nieuwe carnavalswagen van Cressio en Joost. Die ook als LVK-inzending gekomen. En natuurlijk de carnavalswagen is van de Waggelaar van Voeren. Het prachtige nummer. Wat een prachtige dag. Ja. Ja.
De stem van de streek. Omroep Voeren.